Goedemorgen allemaal en welkom terug. Mijn naam is Vidioot. En ik wil iedereen een heel prettig weekend wensen. Dat van ons is fantastisch goed begonnen. Want wij hebben gisteren geweldig goed nieuws gehad. Persoonlijk kan ik hier niet delen, maar ja, dan begint je weekend helemaal fantastisch. En ik hoop dat jullie ook allemaal een fantastisch weekend hebben. Mijn naam is Vidioot en ik ben een diehard fan van deze mevrouw. Een echte fanboy, burgemeester Femke Halsema. Ik heb dit al eerder uitgelegd in andere video's. Ik ben geen fan van Femke Halsema. Dat was ik vroeger ook niet. Ik ben niet een fan in die zin dat ik er alleen maar aantrekkelijk vind. Nee. Ik ben een fanboy van burgemeester Femke Halsema. Dit is, lieve mensen, de allerbeste en allerleukste burgemeester in de hele wijde wereld. Nou, als je burgemeester Femke Halsema vergelijkt met alle andere burgemeesters van Amsterdam. Lieve mensen, dat is niet eens een wedstrijd. Die andere gasten hoeven niet eens aan de start te verschijnen. Weet je? Amsterdam is gezegend geweest met de bezielde leiding van een hele lange rij grijze, saaie, oude lullen in grijze, saaie, oude lullen pakken. Veelal hetzelfde pak en dezelfde stropdas. Dit, lieve mensen, this is where the rubber meets the road. Moet je nou toch even kijken. Ik ga er een paar leuke uitpakken. Dit is wanneer ze burgemeester wordt. Dit is wanneer ze voor het eerst die ketting om heeft. Kijk nou even. Like a million bucks. Dit is een gedwongen foto. Dit is haar officiële foto. Voor op het website van de gemeenteraad. Ja. Dit is bang. Ja, hallo. Hallo, lieve mensen. Dat is toch... Ja, begrijpt u een beetje waar ik heen wil? Luister, er zit ook marketing omheen. Ja? Ze is op een bepaalde manier... Dit vind ik een van mijn favoriete foto's. Dit vind ik vintage Femke. Dit is vintage Femke. Super Femke. Dit is wat meer officieel in die ambtswoning. Deze mevrouw kan er niet slecht uitzien. Ze weet gewoon niet hoe dat moet. En zij is ongeveer mijn leeftijd, rondom de 50. En ik zie er waardeloos uit. En ik zie, nog erger, ik zie er ook echt al geruime tijd waardeloos uit. Hoe doet zij dit? En zij rookt en... Hoppa, dit is een fantastische foto. Dit zijn de voorleesweken. Dit is begin januari. Dit is recent. En het is leuk gedaan met dat haar en die ketting zo. En dat zwart-wit, het lijkt heel erg 50's. En zij heeft iets van een omaatje die aan het voorlezen is. Zo kijkt ze er ook een beetje bij. Echt super. Deze hebben ze op haar Wikipedia pagina gezet. En dat vind ik leuk. Vind ik echt leuk gedaan. Anyway, genoeg over mijn absolute bewondering voor burgemeester Femke Halsema. We duiken erin. Dit is het parool. En dit is van Ruben Koops. Ruben Koops. Dan staat er hier, discussie preventief fouilleren light op. En volgens mij heette die gisteren anders. Gisteren heette die Halsema en Pauw en politiechef botsen over preventief fouilleren. Zo heette het gisteren, maar nu heet het discussie light op. Bijna hetzelfde. Of niet? Ik weet niet. Dit is korpschef Frank Pauw. Kijk, die kijkt zo'n beetje chagrijnig. Ik moet hier zitten. En kijk, dit is andere koek. Ja? Oké. Ja? Zoek de verschillen. Oh, er zitten allemaal leuke foto's bij. Kijk, een jongen naast een Porsche. Die heeft vast een wapen op zak en deze auto is vast betaald met zwart geld. Dat is wat we hier moeten denken. Oké.
Ruben Koops, het pro. In zijn pleidooi voor meer preventief fouilleren, zei politiechef Frank Paul dat de werkwijze weinig te maken heeft met etnisch profileren. Weinig. Het heeft er dus wel iets mee te maken, maar niet veel. Wetenschappelijk onderzoek wijst anders uit. Ook valt de opbrengst vaak tegen. Dat is teleurstellend voor Frank. Misschien kijkt hij daarom zo chagrijnig. Nou, gaan we deze doen. Jarenlang zaten het stadhuis en het hoofdbureau van politie meestal op één lijn. Maar vrijdag maakte de nieuwe politiechef Frank Paul een einde aan dit interbellum. Ruben, er kunnen maar beter geen grammaticale fouten in dit artikel zitten, want de opening is een beetje pretentieus. Ik moet er een beetje van kotsen in mijn mond. In het AT5-programma Het Verhoor kondigde hij, dat is die Frank, aan meer middelen te willen hebben om steek tussen haakjes wapens van straat te halen, zoals preventief fouilleren. En dan met name in gebieden waar het vaak misgaat, zoals in Zuidoost. I don't know. In ik weet wat de tweede wijk wordt. Burgemeester, weet u wat de tweede wijk wordt? Amsterdam-Nieuw-West. En dat heeft niks te maken met etnisch profileren. En man, ik ben je mal. Wel, ik weet ook waar het niet gaat gebeuren. Op de Gracht en in Amsterdam-Zuid. Maar dat heeft niks te maken met... En in Oost, ja, de Wittenburg bijvoorbeeld, die buurt daar. Daar weer wel. waar u woonde in Oost, daar weer niet. Oost is gegentrificeerd. Het is heel hip geworden, Oost. Oké, de laatste maanden zijn daar regelmatig steekpartijen onder invloed van drill raps. Muziekvideo's waarin jongeren met messen, dokken en bijlen zwaaien. Daarbij is al zeker één 18-jarige jongen omgekomen. Over en weer gaan groepjes jongeren, vaak nog tieners, zich bewapenen, signaleert de politie. Paul wil preventief fouilleren om die wapenwetloop te stoppen. Het gaat helemaal mis met onze jeugd, mevrouw de burgemeester. Dat voorlezen, dat is een goede stap in de juiste richting. Maar misschien leraren tekort, dat ze daar heel agressief van worden, omdat ze zo graag naar school willen, want al die leraren zijn zo fantastisch. Kunt u zich nog de namen van uw leerkrachten herinneren? Ik echt niet. Ze hebben niet zoveel indruk op mij gemaakt. Weet je, die lul van aardrijkskunde, die klootzak van geschiedenis, dat is een beetje mijn ervaring. Burgemeester Halsma en ik hebben onderwijs genoten in de jaren 70. Toen mocht je een zakmes hebben. Zijn voorstel ligt politiek zeer gevoelig, omdat de Amsterdamse gemeenteraad in meerderheid tegen zijn maatregel is. En terecht. Pauw zegt de politie weinig mogelijkheden, bla bla bla. Hij wil dat er een discussie gevoerd wordt over het handelingsrepertoire. Hij wil praten over preventief fouilleren 2.0 zonder te specificeren wat hij daarmee bedoelt. Daar moeten we toch een nieuwe discussie over voeren. Nee, bla bla bla. Daar komt de spoeddebat over. Ja, want onze burgemeester, deze mevrouw, die zegt, nou nee, dat doen we even niet, preventief fouilleren. Daar gaan we niet aan beginnen. Nou ja, goed. En de raad, die is om ideologische redenen tegen preventief fouilleren, want er is onderzoek gedaan dat preventief fouilleren negatieve bijeffecten heeft, zoals etnisch profileren. Mensen van kleur worden relatief vaker gefouilleerd dan witte mensen, waardoor het wantrouwen tegen de politie onder deze bevolkingsgroepen toeneemt. Dat is gewoon 100% waar. En dat is niet alleen in Nederland zo, dat is overal zo. In alle landen van de wereld doen ze dat soort, moderne westerse landen doen ze dat soort onderzoek. En op het moment dat je tegen de politie zegt, nou, jij mag hier in deze straat, waar al die discotheken zijn, waar al die jeugd heen gaat,
mag jij iedereen preventief fouilleren, dan is er een bepaald type wat ze gaan pakken, want ze willen iets vinden. Ja, ze willen scoren. Dus hele keurige witte Amsterdammers die met hun wandelschoenen en hun twee jonge kinderen daar rondlopen, die worden niet preventief gefouilleerd. En die twee Amerikaanse bejaarden die daar rondlopen met hun camera en hun landkaart en hun Amerikaanse trainingspakken en trainingsschoenen, hè, bejaarden uit Amerika die naar Amsterdam zijn voor de musea, die worden niet preventief gefouilleerd. Dat gebeurt gewoon. Waarom? Ja, vanuit die politieman denken. Die denkt, ja god, daar vind ik geen steekwapens of vuurwapens. Dat zijn bejaarde toeristen. Dat kan iedereen zien. Dat kan ik zien. En papa en mama uit Almere, die een avondje naar de bios gaan in Amsterdam, gevolgd door, noem maar wat, eten ergens in Amsterdam of familiebezoek in Amsterdam. Daar vind je geen steekwapens. Daar vind je geen vuurwapens. Yes? Dus een bepaald groepje mensen, die worden gewoon uitgesloten. Een bejaarde met blauw haar en een rollator, die ga je niet preventief fouilleren. Dat heeft geen enkele fucking zin. Dus ja, dan krijg je vanzelf etnisch profileren. Dus het zit er ingebakken in. Daarnaast, politiemensen die pakken gewoon zelf, want politie zijn overwegend witte mannen, zo is het nou eenmaal, die pakken overwegend zelf Marokkaanse jongeren, luide Britten, Surinaamse jongeren, Antilliaanse jongeren. En je gaat het ook nog eens doen in Zuidoost. Ja, daar heb je natuurlijk overwegend veel Surinaamse en Antilliaanse jeugd. En ik weet 100% zeker dat ze daarna zeggen, oh, dit ging heel goed. Nu gaan we het doen in Amsterdam-West, Geuzeveld, Mercatorplein, Bosselongen. En daar heb je overwegend veel Noord-Afrikaanse jongeren. Dus ja, 100% zeker, dit wordt etnisch profileren. Hij had het erover dat het doorontwikkeld moet worden. En dat kan dus helemaal niet. Ja, dat heb ik net uitgelegd waarom het niet kan. Omdat bepaalde mensen gewoon nooit gefouilleerd worden. Denk maar, blauwharige bejaarde met een rollator wordt niet gefouilleerd. Ja? Man met een blinde geleidehond wordt niet gefouilleerd. Man met een slechtziend stok wordt niet gefouilleerd. Man met een wandelstok wordt niet gefouilleerd. Oké, dus klaar, die sluit je allemaal uit. En dan de politie gaan mikken op bepaalde mensen. En dan komt het. Ik ga mijn burgemeester niet afvallen, zei hij nog bij AT5. Maar door zijn uitspraken staat Halsema. Haar voornaam is burgemeester Ruben. Daar hebben we het vaker met elkaar over gehad. Er staat Halsema over 2 weken een pittig debat in de raad te wachten. Oh god, echt de waste of time. Er wordt over gediscussieerd, geen onderwerp wordt geschuurd. Het is echt allemaal hartstikke fantastisch. Dit gaat helemaal nergens over. Lieve mensen, de preventief fouilleren, dat is een station. Dat hebben we gehad. Dat station zijn we gepasseerd. Het levert te weinig op. Je vindt niet zoveel steekwapens en vuurwapens. Ja, mensen die dat op zak hebben is echt relatief klein. En mensen die dat op zak hebben als ze uitgaan is helemaal klein. En dan laten ze het thuis, weet ik wel, want ze weten dat ze uitgaan. Het zijn echt hele rare gevaarlijke figuren die wel gewapend de straat omgaan. En niet kwaad bedoeld, maar ja, weet je, macro-mafia, et cetera. Dus ja, goed. Dit is een zootje, preventief fouilleren. Daar zijn we klaar mee, gaan we niet doen. Burgemeester, dat debat kunnen we gewoon schrappen, want het is een waste of your time. Wat u hier aan doet, bent is nuttiger. Het is een waste of your time. Dat moet je niet gaan doen, dat heeft helemaal geen enkele zin, want er is onderzoek gedaan. Klaar, het werkt niet, het levert niks op. En het wordt automatisch etnisch profileren. En dat doen we niet, klaar. En dan is er hier het follow-up artikel. Ja. Uit onderzoek blijkt preventief fouilleren heeft weinig nut. En dat staat hier. De gangbare gedachte in Amsterdam. Nou, niet in Amsterdam. Er is onderzoek gedaan. Niet in Amsterdam. Onderzoek, het is niet plaatsgebonden. Ruben.
weinig oplevert zoals burgemeester Halsma stelt. En zelfs discriminatie kan veroorzaken. Ja, 100% zeker. Kijk. Juist die koppeling, juist op die koppeling heeft Pauw kritiek. De discussie over preventiveren gaat een op een over in, gaat één op één over in een discussie over etnisch profileren. Maar de essentie van preventief fouilleren is nu juist dat die niet selectief is, met een uitroepteken. Met etnisch profileren heeft het niet of heel weinig te maken. Ja, die Frank is geen slimmer, die roept maar wat. Kijk, hij ziet er ook een beetje uit als een vervelende, koppige, eigenwijze Norse man die gewoon zijn zin moet hebben en niet begrijpt waarom hij, weet je, die voetbalwedstrijd of die toeretappe op zijn tablet in zijn eentje moet kijken. Dat wil hij in de huiskamer doen met zijn voeten op tafel. Klaar, die kinderen kunnen toch Jezus op hun kamer? Maar dat kan dan niet, die kinderen die willen dan met z'n allen iets kijken op Netflix en dan krijgt Frank zijn zin niet. En dan ziet hij er ook een beetje zo uit. En hij begrijpt niet waarom. Ja, ik dacht dat we Chinees gingen halen. Ik snap niet waarom. Vegetarische broodjes. Kunnen we niet dan ook Chinees halen? En dan zit hij ook een beetje zo aan tafel. Een beetje boos om ze voor zich uit. Gewoon, Frank moet zijn zin hebben. Een hele, hele vervelende, Norse. Mensen vinden het ook helemaal niet leuk om met hem te werken. Tijdens vergaderingen, als hij zijn zin niet krijgt, zit hij ook een beetje zo erbij van noemen. En dan komt er zo'n vrouwelijke agent binnen. En die heeft allerlei goede ideeën over aanpakken van de zware misdaad. En hij zegt, kan ze de klep niet gewoon houden? Jezus, ik wil een broodje kroket in de kantine. En de kantine ook, veel mensen spugen ze op ze eten voordat ze het aan hem geven. Frank heeft het niet makkelijk. Maar goed, hij babbelt lekker door. Het is opvallend dat Pauw de koppeling tussen preventiveren en etnisch profileren ter discussie stelt. Want uit diverse onderzoeken blijkt dat er op zijn minst aanwijzingen zijn voor een verband tussen de twee. Nee, lieve mensen, dan moet je wat andere onderzoeken bekijken. Niet alleen onderzoeken in Nederland. Je moet ook gaan kijken naar onderzoeken in Duitsland, in Zweden, in Frankrijk, in Parijs en in Amerika. Daar is zo afschuwelijk veel onderzoek gedaan. Dat preventieve fouilleren, dat je gewoon mensen stoppen. Net als dat stoppen van patserwagens. Dat leidt allemaal tot illegal search and seizure en inderdaad etnisch profileren. Het staat hier diverse onderzoeken. Ja, diverse onderzoeken met aanwijzingen. Nee, het is echt heel, heel duidelijk bewezen. Waarom de blauwharige bejaarden met haar rollator, die wordt ook niet gefouilleerd als, denk Schiphol, weet je wel. We willen geen explosieven aan boord. Oké, wie ga je fouilleren? Dat hele leuke gay-stel met al die oorbellen en piercings die ze uit moeten doen voordat ze door de metaaldetectors gaan? Nee, natuurlijk niet. Maar de gast met die tulband en een hele grote baard, daar heb je meer pakkans. Ja? De bejaarde met haar rollator, die amper door de metaaldetector past, weet je, lieve mensen. Hier dan het gelul over wat het is. Kijk, dus dit is wel heel mooi geformuleerd. De A-selecte werkwijze staat al sinds de introductie van preventief fouilleren ter discussie, schreven onderzoekers van de politieacademie en bureau Beke in 2011. Daar waar de individuele politieambtenaar op straat de meeste keuzevrijheid heeft, is het lastig om te bezien in hoeverre er sprake is van ongeoorloofde selectie van bepaalde personen. Nou, dat is niet helemaal wat er gaande is, maar oké, weet je, dit is het keurige antwoord. Ik zou zeggen, lees een keer, meneer Pauw, lees meneer Pauw. Niet zo chagrijnig, Frank, relax. Okay. Misschien krijg je volgende keer over iets anders wel je zin. En dan doen we volgend weekend Chinees. Ja? En dan zegt hij, nou, ik ga wel een blokje om. En dan stormt hij de deur een beetje uit. En dan gaat hij passief-agressief de hond uitlaten. Frank, lieve jongen, luister. Preventief fouilleren gaan we niet doen.
Sorry, echt niet. Gaan we niet aan beginnen, want dat wordt een teringzooi. En het levert geen ruk op. En ik begrijp dat jij het leuk vindt om heel veel geld uit te geven met niks doen en onzin en mensen beledigen en irritant doen. Omdat je gewoon een beetje zagrijnig voelt. Want klaar, je mocht die etappe van de Tour de France al niet kijken. Toen ook nog eens geen Chinees. Weet je, die vegetarische broodjes, dat vind jij gewoon niks. Dus toen ben je een beetje... Ja, gewoon, je voelt je niet lekker. Je zit niet lekker in je vel. Dus, maar reageer niet af op ons. Gewoon, weet je, los dat op met je partner en je kinderen. En keep that shit indoors. Weet je, en dat preventief fouilleren, dat gaan we niet doen. Moet je nou kijken, wat een chagrijn. Als je dat vergelijkt met... Tadaa! 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 Prachtige foto, hè? Wie is die vervelende kwal aan haar arm? Dat is wel iets raars. Hè? Hele fantastische vrouwen hebben heel vaak een waardeloze partner. Dat is echt heel raar. Dat je denkt, goh, wat vreselijk interessante, leuke vrouw. Jezus. Gaat ze met die dweil? Wat moet ze met hem? Dit vind ik ook een mooie foto. Het is gewoon een heel ander... Ja? Frank... En voortaan, Frank, dat is wat ik dan vind. Gewoon even je klep dicht houden. Want burgemeester Halsema, die doet dat beleid. Daar zijn we allemaal heel blij mee en tevreden over. En wat jij allemaal wil, dat interesseert ons niks. Sterker nog, we vinden je een beetje vervelend, Nors mannetje. Zou Frank het makkelijk vinden om met vrouwen te werken? Hoe zou hij zijn op kantoor tegen vrouwen? Hoe zou die op kantoor zijn tegen vrouwen met een hoofddoekje? Wat ben jij nou aan het eten? Nou, het ruikt wel vreemd. En helemaal niet eten overdag. Word je daar dan niet heel moe van met die warmte? Wees zoiets, weet je wel. Nou, dit is dus hoe je fan wordt, hoe ik fan geworden ben van burgemeester Halsema. Weet je, een no-nonsense aanpak. Klaar, we doen relax, we gaan niet hysterisch doen. Zij brengt orde in die apenheuvel die de Stopera heet. En in dat wespennest wat de politie heet. En in die slangenkuil die de brandweer heet. Burgemeester Halsema is fantastisch, maar deze stad met al die fucking toeristen en al die idioten en mafkezen erin. Deze stad is een shithole. En ja, dit is er een voorbeeld van, weet je. Ik wil preventief fouilleren. Ik wil Chinees. Ik wil die toeretappe. Het is een bergetappe. Nee, ik zei het gisteren wel. Ik heb het ook. Ik wist niet dat we dat op de koelkast zouden plakken. Ik snap niet waarom dat moet. Ik was gisteravond helemaal thuis, want het was een vergadering. Zo'n man, zo'n vent. En dan versus dit. Ja, weet je, Frank? Niet doen. Dat win je nooit. Nobody likes you. Nobody likes you. En iedereen is dol op onze fam, superfamke. En ik had het gezet op de voorpagina van dit razend populaire YouTube-kanaal. Kijk daar maar eens naar. He, zoals trouwe kijkers natuurlijk doen. Go get mommy's belt. We're gonna have some goddamn discipline. In de Stopera. En het is fantastisch om haar als burgemeester te hebben. Het is jammer dat ze omringd is door dit soort zeikers. Daar in die Stopera. Die zich met allerlei shit bemoeien. Waar je van denkt, gast, hou toch je bek, man. We willen niet terug naar de jaren 50, Frank. En die toeretappe, dan doe je bij uitzending gemist, weet je wel. Of je neemt het op of iets en kijk je het de volgende dag. Maar om naar de deur uit te stormen met die hond, weet je wel. Grow up. Lieve mensen, dat was hem weer. Ik wens jullie allemaal een fantastisch weekend. Dat van ons wordt heel bijzonder. Tot de volgende keer.